Komt een man op de kermis. Een paar borreltjes op. Hij zegt, goedenavond. Mag ik weer zien schieten? Bij een schiettent. Die man zegt, meneer, loop alsjeblieft door. Er zijn andere mensen. U bent een gevaar voor de omstanders. Hij zegt, zo. Hij zegt, ik betaal ze gewoon. Hij zegt, nou, vooruit dan maar. Dus hij mikken, weet je wel. Hij schiet er zo midden in de roos. Zegt hij. Verdomme, zeg midden in de roos. Nou ja, de hoofdprijs. Een tropisch waterschilpadje. Hij zegt, alsjeblieft. Goedenavond. Hup, hij weer weg. Na een kwartiertje, een nog groter stuk in zijn kraag, komt terug. Hij zegt, mag ik misschien nog een keertje schietsen? Hij zegt, meneer, alsjeblieft, u was hier net ook al, loop alsjeblieft door. Hij zegt, zo, betaal toch gewoon? Hij zegt, nou vooruit dan maar. Hij weer mikken. Je schiet er zo midden in de roos. Weer in de roos. Hup, weer een tropisch waterschilpadje. Hij zegt, alsjeblieft. Goedenavond. Enfin, na een kwartiertje, hij kan niet meer lopen. Hij komt boven de balustrade uit. Hij is schieten. Dan zegt, alsjeblieft schieten. Weet je, kan mij het verrotten. Weer in de roos, zeg maar. Die man, zijn waterschilpadjes zijn op. Dus hij geeft hem een teddybeer. Ik zie dronken vet, die kijkt er zo eens naar. Heb je geen gevulde koeken meer? Er komt een man in een condomerie. Ja. En die man die wil graag een condoom hebben. Nou, zegt die verkoopster, meneer, we hebben hele leuke modelletjes in de aanbieding. Dit is bijvoorbeeld de rode, kost 5 gulden het stuk. Dit is bijvoorbeeld de zwarte, kost 10 gulden het stuk. En meneer, we hebben vandaag een heel leuk modelletje in de aanbieding. Het modelletje van 15 gulden met de Mickey Mouse oogjes. Nee, zegt die man, die 15 gulden vind ik te veel. Weet je wat, doe mij die zwarte maar van 10. Vind ik meer eens duur genoeg. Ja, u weet, in moppen gebeuren altijd rare dingen en hier dus ook, want 9 maanden later wordt er een gezonde zoon geboren. Maar dat kind is gitzwart. Gitzwart. Het kindje groeit voorspoedig op en vraagt op een gegeven moment als hij 1 jaar of 5 is aan papa en mama van... Papa en mama, nou wil ik toch wat vragen. Jullie zijn allebei wit en ik ben helemaal zwart. Hoe kan dit nou? Maar jij is heel goed luisteren, zegt die vader. Als ik 5 gulden meer uit had gegeven, had jij zulke oren gehad. Nee, maar even zonder dolle. Ik heb gewerkt in een stoffenzaak. Een hele tijd geleden had ik een scharrel met het meisje. Wat er ook werkte eigenlijk kanje. Wat zomerdag op een gegeven moment. Zo'n kort rokje komt ze aan uit een beauty. Hè. Ze had op een gegeven moment knoop uit te zoeken. Een beetje voorover gebogen over de toonbank. Ik zie dat ze ook gaat erachter staan. En... Wat denk je, komt er net een klant in? Die komt er net naar binnen toe. Ik kan niet links, ik kan niet rechts, ik kan geen kant op. Dus ik sta daar. Ze zijn natuurlijk zo, hè? Ja. Op een gegeven moment, die klant die komt recht op de toonbank af. Meneer, kunt u mij even 3 meter geven van die stof daar? Ik zei, nou natuurlijk. Dus ik pak de stof, die leg ik neer. En ik ga meten, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ze zegt, ik heb maar 3 meter nodig. Ja, maar de rest krijgt u van de zaak. De juffrouw op school moet Jantje weer hebben. En Jantje wordt daar toch zo ziek van, hè? Altijd Jantje, altijd die juffrouw. Wat heeft ze vandaag weer? Een heel leuk grapje. Een raadseltje. Jantje, hoe krijg je nou 3 gaatjes in 1 gat? Ik zou het niet weten, juffrouw, zegt Jantje. Nou, dat is heel makkelijk, Jantje. Zal ik even uitleggen? Dan doe je zo. 1, 2, 3 gaatjes in 1 gat. Leuk, hè? Ziet die juffrouw. Nou, Jantje vindt er dus echt helemaal niks aan. Dus Jantje gaat naar huis en zegt tegen zijn vader... Pap, ik word zo ziek van die juffrouw, hè? Weet jij nou niks leuks dat ik er vanmiddag nou eens een keer lekker te pakken kan nemen? Ik weet wel iets, zegt die vader. En Jantje gaat 's middags blij huppelend naar school. Dat is zo'n leuk verhaaltje. Dus hij zegt tegen die juffrouw, juffrouw, ik weet iets. Ik weet ook een raadseltje. Hoe krijg je nou 9 gaatjes in 1 gat? Weet ik niet, zegt die juffrouw. Dat is heel makkelijk, zegt Jantje. Je moet dus een blokfluit in uw kont stoppen.
Dus dan loopt er een Belgische gendarm, die loopt door het Antwerpse Kralingerwoud, weet ik hoe dat daar heet. En die loopt er zo een beetje te wandelen. Hoort hij in één keer... Nou, dat heet zo, echt. Hoort hij in één keer in een struikje, hoort hij een beetje gekruik en gekraas. Hij denkt, wat is dat nou? Hij zegt, Marle, wat is hier los? Hoort hij een mannenstem. Ja, lig je te vrijen? Marle, te vrijen? Dat mag jullie gaar niet, hè? 500 frank boete. Ja, oké, komt er een hand uit die struik met 500 frank. Hij pakt het geld, weg.